Hey, dit is Bart Valkenier hier van 2D3D in de school.nl. Welkom bij alweer de tweede video van de, OpenShot Video Editor. Ik vergeet die naam nog steeds. In ieder geval, we gaan in deze video kijken naar film en audio van elkaar scheiden. En dan het volume aanpassen van die audio. En een hele belangrijke naar hoe je eigenschappen van de clips kan aanpassen, want je kan best wel leuke dingetjes doen. En het woord budget komt nog een keertje langs. Budget. Nou, dat leg ik je zo uit aan het einde. In ieder geval, we beginnen bij het begin, namelijk video en audio scheiden. Want als je iets filmt, dan heb je twee dingen wat je doet. Je neemt het beeld op en je neemt ook de audio op. Splits, plats, plots, ik in de kano. En als je op de rechtermuisknop drukt, dan vind je hier audio scheiden. En dan heb je twee opties, namelijk enkele clip, alle kanalen, of meerdere clips, elk kanaal. En als je een beetje videocamera hebt, neemt hij een linkerkanaal op en een rechterkanaal. Want een mens heeft ook twee oren. Je kan ook Dolby Surround 5.1 ingewikkeld, allemaal surren. In ieder geval, nu even simpel, we doen gewoon enkele clip, alle kanalen. En wat er dan gebeurt, is het volgende. Ja, kijk, daar is die. Op een of andere manier zet hij dus deze clip eronder neer. En gelukkig kan ik hem dan nog eruit slepen. Want nu heb ik dus twee clips te pakken. Namelijk deze clip. Dat is de oorspronkelijke videoclip. En deze, dat is de oorspronkelijke audioclip. Oh, het programma liep even vast omdat ik het vorige filmpje al aan het renderen was. En nu bezig was met te veel dingen tegelijk op mijn computer. Maar kijk, dit is dus de videoclip. Ja, en daar hoor je nog steeds audio natuurlijk. Maar deze, ach, ik doe mijn koptelefoon even op, dan hoor ik tenminste wat jullie horen. Bij deze clip, ja, dan zie je hier een zwart veld in het midden en daaronder nog deze clip die eronder zit, weet je nog, de bovenste laag wint altijd. Dus deze heeft nu geen film meer, maar die heeft wel de audio. Dus dit is de film met audio en dit is de alleen de audio. Waarom is dat handig? Want het kan best zijn dat je de audio van de ene langer wil laten doorlopen onder het film van de ander. In ieder geval, kort gezegd, audio en video van elkaar scheiden is heel handig. En dat kan dus op deze manier. Dit was de film, dit is de audio. Rechter muisknop kun je ook dingen met volume doen, namelijk reset volume. Je wilt het begin van de fragment moet die langzaam inveden, het eind van de fragment langzaam uitveden. En of de gehele clip in en uitveden of langzaam. In ieder geval heel veel mogelijkheden om iets met het volume van het geluid te doen. Je moet ze maar eens eventjes uitproberen. Dan naar het volgende. Stel je voor, we hebben deze, doen we even delete. Deze ook even delete, waarom niet. Deze clip. Bijvoorbeeld selecteren en nu een hele belangrijke Ctrl-I, de snelkoppeling. Er staat eigenschappen. En als ik op eigenschappen druk, dan krijg je hier een hele lijst met eigenschappen. En die eigenschappen gelden voor de clip die je in de tijdlijn selecteert. Dus doe ik deze, dan zijn dat deze eigenschappen. Doe ik deze, zijn het de eigenschappen van deze. Bijvoorbeeld alfa-waarde. Nou, wat is alfa-waarde? Alfa-waarde betekent de doorzichtigheid. Dus nu is die helemaal doorzichtig en zie ik het niet meer. En die manier kun je dus de doorzichtigheid aanpassen. Ik ga ze niet allemaal bij langs, want dat zou een beetje te veel werk zijn. Maar ik ga het volgende uitleggen en daarvoor moeten we eerst over iets anders hebben, namelijk titel. Hierboven vind je de mogelijkheid om tekst in te vullen. Bijvoorbeeld hier is de start van de run. En ik wil daar bijvoorbeeld de titel start invullen. Dan heb je twee mogelijkheden, geanimeerde titel of titel. En als ik op geanimeerd druk, dan denk je, oh, coole, geanimeerde titels, heel leuk. Maar dan denkt hij, hey, wacht even, Blender, de gratis open source 3D software is nodig om deze actie uit te voeren. Blender. Hé, dat ken ik ergens van. Wacht even hoor. Blender, video animatie. Hé, waar rempel. Blender. Ook op 2D3D in de school.nl vind je alles over het gratis animatieprogramma Blender. Met hieronder een hele trainingsserie. Hier op dit moment ben ik tot 5, maar er komen er nog veel meer in de nabije toekomst. Super cool. Dus met OpenShot, de videobewerker van OpenShot, kun je dus geanimeerde titels maken. Hoe cool is dat? Maar goed, daar heb je dus Blender voor nodig en ik weet nog niet precies hoe de link werkt tussen OpenShot Video Editor en Blender, maar wellicht kom ik daar in een later toekomstig filmpje op terug. Hoe dan ook, we gaan nu eventjes voor de gewone titel. En hier vind je verschillende mogelijkheden. Hier van die filmtitels, of iets met vlammen of zo. Zullen we iets met vlammen doen? Hartstikke leuk. En dan zeg je hier titel, dat is niet iets wat in beeld komt, maar gewoon de naam van je titel. En dan kun je hier zeggen start en dan zeg je hier gaan
Of je snapt allemaal wat je kan doen. Hier kan je nog verschillende lettertypes kiezen. Zo'n schermpje als dit snap je wel. Tekstkleur kun je aanpassen. Achtergrond kun je aanpassen. Blauw of zo. Hoeft hij niet beter op. Zwart is toch wel beter, hè, met vlammen. Je hebt ook nog een geavanceerde editor. En er staat installeer Inkscape. Hey, Inkscape, dat staat ook op 2D3D.nl. Grappig dat deze video editor dus blijkbaar links heeft naar andere gratis open source software. Hartstikke leuk. Maar goed, druk je op save. Dan zie ik hier die titel terug. En dan kan je de titel in je tijdlijn slepen. En dan komt hij eroverheen. En weet je nog, die alfa-waarde? Op die manier kun je dus ook die titel een beetje op 0,83 zetten, zodat je nog iets ziet van de video die erachter zit. Maar die titel kunnen we ook gaan animeren. En stel je ervoor dat we die van onderaf, bovenaf het beeld in laten komen. Super cool toch? En dat doe je door selecteert de clip. Daardoor krijg je dus de eigenschappen van die clip hier te zien. En hier vind je dus een heleboel mogelijkheden. Moet je maar eens even langs gaan. Het spreekt redelijk voor zich. En hier staat x-schaal en y-schaal. En x-locatie en y-locatie. Nou, daar was ik naar op zoek, want de y-locatie is verticaal, x-locatie is horizontaal. Nou, verticaal, we willen hem van onderaf naar bovenaf het beeld in laten gaan. Kun je doen, je gaat aan het begin van de clip staan en je zegt tegen y-locatie naar beneden. Oh, andere kant op. Hoppakee, zie je? Naar beneden. Ja, en dan ga je een stukje verder en dan pak je hem weer op. En dan zet je hem erin. En wat je dan krijgt is het volgende. Go, go, go. Beetje mikken. Wat? Als ik hem op 0 zet. Enter. Ja, ik kan ook gewoon intypen. Dan staat hij gewoon op 0. Oké, wat gaat er gebeuren? Deze weer op zijn goede plek. Die ging op een of andere vage manier mee. Het is nog niet perfect. En nou, oké, dit ziet er nog niet fantastisch uit, maar het gaat in dit filmpje ook niet om dat we fantastische dingen maken, maar dat ik jou de principes leer, zodat jij fantastische dingen kan maken. Hoe dan ook, hieronder staan nu twee groene mini-puntjes en dat zijn eigenlijk waar een soort van keyframes. Dus bij het begin staat een groen puntje en dan zeg je eigenlijk tegen de computer dat die titel zit ergens hieronder. En bij het volgende puntje, het volgende keyframe, zeg je tegen de computer de titel moet hier staan. Hartstikke cool. Maar wat ook nog zo is, dat hier zie je een lijntje. En nu wordt het heel grappig, want dan krijg je verschillende mogelijkheden, namelijk budget. En ik hou van budget. Nou, waarom? En ik hou niet minder van lineair. Lineair wil zeggen dat je gewoon zo heel saai van onderaf naar boven gaat. Maar budget kun je dat wat interessanter maken. Bijvoorbeeld bij Ease Out Expo. Dat wil zeggen dat hij, nou ja, ik zal het even hopelijk laten zien dat hij dat afspeelt. Go, 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 go. En zie je? Hij gaat in één keer zo. Dus hij gaat in het begin snel en op het eind gaat hij langzaam. En dat ziet er gewoon een stuk mooier en interessanter uit dan zo'n rechte, saaie beweging. Maar nu gaat hij wat meer vloeiend. En met vloeiend is eigenlijk een mooi ander woord voor budget. Vloeiend. En zoals je ziet heb je nogal wat mogelijkheden. Van heel vloeiend tot een beetje vloeiend, et cetera. Mooi, hè? Dat zit er allemaal in. Dus kijk goed naar al deze eigenschappen. Er zijn er nog veel meer die je kan gebruiken om een fantastische film te maken. Hey, dit was Bart Valkenier van 2D3D in de school met de tweede video dus van de Overshot Video Editor. En gauw door naar filmpje nummer 3, waar we gaan praten over overgangen en effecten. Yo, doei!